Hallo, Joachim de Vedeleer, productspecialist bij Canon en ik ben heel fier om jullie vandaag de nieuwe EOS 5D Mark IV voor te stellen. De EOS 5D Mark IV vervolledigt ons schema, hij vervangt de EOS 5D Mark III en zal gepositioneerd worden naast de EOS 5DS, de 5DSR en zal komen te staan onder de EOS 1DX Mark II. De EOS 5D Mark IV is uitgerust met een full-frame sensor van 30,4 miljoen pixels. Het verschil met de 5DS en de 5DSR is dat deze twee laatste nog steeds 50 miljoen pixels zullen blijven gebruiken. De EOS 5D Mark IV gebruikt naast het klassieke RAW-formaat ook een nieuw alternatief, nieuw Dual Pixel RAW-formaat. Dit formaat neemt een dubbele bestandsgrootte op en zal de fotograaf na opname toelaten om via micro-adjustment de scherpstelling te verleggen, de bokeh te verschuiven. Of bijvoorbeeld ook de ghosting en flare aan te passen. De EOS 5D Mark IV is een heel polyvalente camera. Hij heeft zeven beelden per seconde aan boord en heeft een ISO uitgebreid tot 102.000 ISO 400. Standaard gaat hij tot 32.000 ISO. De EOS 5D Mark IV heeft voor de eerste keer een Wi-Fi NFC aan boord en is daardoor compatibel met onze CS100. En hij heeft ook, zoals de EOS NDX Mark II, een GPS aan boord. Op het gebied van autofocus zijn er heel wat vergelijkpunten met de EOS 1DX Mark II. Zo heeft hij een 100% zoekerdekking en heeft hij 61 autofocusvelden. Voor live view gebruikt hij dual pixel CMOS autofocus, zoals EOS 1DX Mark II en de 80D. En lang naar uitgekeken heeft de EOS 5D Mark IV een touchscreen aan boord, waarmee je door het menu kan navigeren, of het beeld automatisch gaan scherpstellen of fotograferen op het scherm. Op het gebied van video is de camera uitgerust met 4K 30p. 30 frames per seconde, dat is het verschil met de EOS 1DX Mark II. Die maakt gebruik van 60 frames per seconde, maar heeft daarvoor een CFAST-kaart nodig, terwijl de EOS 5D Mark IV door zijn 30 beelden per seconde kan opnemen op de klassieke compact flashkaart. Trouwens, naast die compact flashkaart blijft de SD-kaart in de camera aanwezig. Vooral, de camera zal er zijn vanaf begin september. Ik zie er alvast naar uit om die samen met u te ontdekken. Maar dat is nog niet alles. Er zijn ook twee nieuwe lenzen die ik u graag vandaag voorstel: de EF 2405, opening 4, serie L. Dit is de tweede generatie. en Deze lens is totaal herzien en is uitgerust met een ASC s 4 coating. En de EF1635 opening 2.8. Dit is de derde generatie van deze lens, 2.8 L-serie. Is voorzien van een ASC-coating, maar ook met een Subwave Length coating. En deze coating is specifiek voor de groothoeken om de ghosting en flare tegen te gaan. Drie nieuwe producten. Ik zie er alvast naar uit om die binnenkort aan u live voor te stellen en te ontdekken. Tot binnenkort.